Ik ben Jozef Spijnenburg. Ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar aan de Academie Sint-Joost in Breda. Mijn werk is vooral de laatste tijd gebaseerd op de natuur in al zijn vormen en verschijningen. Ik merk dat hoe ouder dat je wordt, hoe meer de natuur aan betekenis toeneemt. Het werk wat ik nu inlever laat een aantal bomen zien, met daarachter nog licht in een, als symbool van er is toch nog hoop, ondanks alle duisternis die zich aandient in de natuur zoals die tegenwoordig aan ons getoond wordt. De waarde van het werk, dat is een beetje lastig in deze tijden waarin de cultuur steeds meer een industrie is geworden. Er zit een beetje een dubbele lading in, dat je een waarde in geld moet koppelen aan een werk wat je eigenlijk onbetaalbaar zou moeten zijn.